We zijn op de Grunobokaal. Die heb ik voor de laatste keer, denk ik, gereden voor het Olympisch seizoen 2010. Het is een grote vierkant. Hè? Dus net als met het NK Allround rij 500 meter, 1500 meter, 5 kilometer en 10. Je wil natuurlijk op zo'n EK in Tialf starten, alleen ja, daar zou ik nog even geduld voor moeten hebben. Ik denk dat ik hartstikke hard aan het groeien ben, dat mijn niveau omhoog is gaan na de tussenjaren die ik genomen heb. Ja, weet je gewoon dat je een achterstand hebt. Toevallig reed ik vandaag hier sneller dan ik ooit hier ben geweest. Twee keer, dus dat is ook wel een goed teken, denk ik. Het is hier natuurlijk geen snelle baan. Hè. Ze doen hier de best voor om relatief goed ijs te creëren. Maar ja, je kan het niet vergelijken met Tialf. Je hebt wel even de wedstrijdprikkel die je nodig bent om op het NK Allround gewoon weer scherp aan de start te staan. En dat is voor mij nu eigenlijk de allerbelangrijkste wedstrijd van dit seizoen. Daar kan ik mijn ticket voor het WK Allround nog verdienen.